Hey daar, in deze video vertel ik jou hoe jij het beste je rugzak kan afstellen. We gaan vandaag de rugzak gaan we instellen. Dit kost niet veel tijd. Dit heb je eigenlijk binnen no time heb je dit gedaan. Dus laten we snel beginnen. Voordat jij je rugzak goed kan instellen, moet je weten of je rugmaat goed is. Dus voor jij überhaupt een rugzak aanschaft, zorg er altijd voor dat je weet of de rugmaat die jij koopt, of die past op jouw rug. Dat betekent dat je vaak heb je verschillende maten, een M, een L, soms een S. Dat je weet dus welke rugmaat jij moet hebben voor jouw rugzak. Dit kan je het beste doen door het ook echt daadwerkelijk te testen. Ga hiervoor naar een sportspeciaalzaak. Bij sommige rugzakken kan je nog instellingen doen. Zo kan ik de heupbanden omhoog of naar beneden maken. En kan ik de schouderbanden ook omhoog of naar beneden brengen. Dit is om hem helemaal precies mooi op maat te krijgen. Mijne staat nu mooi ingesteld. Dus wat ik ga doen is, ik zet hem op mijn rug. En we gaan nu alle bandjes losmaken. Dus alle bandjes, de heupbandjes gaan we losmaken. De schouderbanden gaan we losmaken. De achterste bandjes, om ervoor te zorgen, die zorgen voor meer stabiliteit. Die hebben we helemaal losgemaakt. We hebben de riemband hebben we losgemaakt. En nu gaan we beginnen met de heupband. De heupband, we zetten hem op ons heupbot. Vervolgens klikken we hem in en trekken we hem geleidelijk aan beide kanten trekken we hem aan. Als er veel gewicht in je rugzak zit, dan ga je merken dat je nu flink naar achter helt. Zodra je deze mooi hebt aangetrokken, pak jij je schouderbanden vast en trek je deze ook mooi aan totdat ze goed aansluiten. Je voelt dit wel wanneer het niet lekker zit of wanneer het wel lekker zit. Wanneer het lekker zit, merk je dat de meeste steun op jouw heupen terechtkomt. Dit is het belangrijkste. Dus steun op je heupen, niet op je schouders. Vervolgens maken wij onze gesp vast, trekken we aan. Deze gesp moet er alleen voor zorgen dat jij meer stabiliteit voelt. Deze gesp is er niet voor om ervoor te zorgen dat jouw schouderbanden goed op je schouders blijven zitten. Wanneer deze tijdens het lopen naar achter vallen van je schouders af, betekent het dat je geen goede maat hebt gekocht en dat je dus een andere rugzak nodig hebt. Dus deze biedt wat meer stabiliteit, maar dat is het ook wel. Vervolgens kan je nog de uiterste bandjes wat aantrekken. Die vind je achter op je rugzak. Deze hebben niet alle rugzakken. En deze zorgt ervoor, zoals je ziet, dat je rugzak wat naar voren komt. Trek hem niet te ver. Dit is vervelend tijdens het lopen. Dus hou hem een beetje wat ruimte vrij. Maar doordat jij de druk van de rugzak meer op je rug bindt, zorg je ervoor dat alles compacter zit, waardoor je rugzak minder gaat schudden. Dus wanneer jij beweegt, beweegt jouw rugzak mee. Zoals je ziet, zit mijn rugzak nu mooi en stabiel. Dus nu kan ik hem ook weer loskoppelen. Haal ik hem van mijn rug. En op dat moment kan je er nog voor zorgen dat je even alle loshangende bandjes die je nu hebt, dat je die allemaal mooi in de gespjes zet. En op deze manier stel jij een rugzak in. Mocht je nog verdere vragen hebben over het instellen van een rugzak, check dan even de blog via Ik Wil Hiken op mijn website. En ik zeg veel hikeplezier!